Oké, daar gaan we weer vandaag. We beginnen met een zijsluit, een zijtik. En we gaan naar rechts. Ja, daar gaat hij. 1. Tik. 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 Oké, dat doen we 4 keer. Dit is de derde. Oké, dit is de vierde. Dan gaan we dadelijk naar het dubbele. We gaan zijsluit. Tik, tik. Oké, de andere kant. Dat is 4. Oké, dan gaat de knie omhoog. En dat is 1 keer, hè? En als je wil, mag je met je hand naar je knie. Of de elleboog. Juist. Nog 1 keer. Dan gaan we nou een dubbele doen. Dus dan gaat die. 1, 2. Ja. Laatste keer. En dan gaan we schoppen. Schop. Schop. En als je wil, moet je arm mee naar voren. Misschien kan je scheenbeen maar laten. Ja. En laatste keer. En dan gaat hij dubbel. Schop, 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 schop. Heel goed. Ja, nog 1 keer. Heb je geen enkele keer geschopt, is dat? Nee, gelukkig. Hak. Hak naar de billen. 1 keer, hè. En als je wil, mag je elleboog mee naar achteren nemen, hè? Oké, de derde en de vierde denk ik al, hè? Oh, de vierde. Ja, gaat hij nou de dubbele? Goed. Dit wordt de derde. Misschien kan je je voet van de grond afhouden. En de vierde. En de laatste. Dan gaan we alles dubbel doen, maar dan 2 keer. Dus tik, tik. Tik, tik. Tik, tik. Knie. Ja, meteen de knie. Tik, tik. Hef, hef. Ja. Ja, dan komt de volgende. Schoppen. Oh, wel blijven staan. Ja, en daarna komt de hakbil. Ja. Hak. 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 Laatste keer. Hak. Alles achter elkaar, daar komt ie. Tik, tik. Tik, tik. In de knie. Ja, handel, we zijn er bijna. De schop. Oké, goed gedaan zeg. Top. We zijn warm. Ja, we gaan gelijk door naar een nog pittiger tempo. Oké. Maak je borst maar nat. Daar komt hij zo meteen. Hoge tempo en we stappen op de plaats. Het wordt een echte hartslag. Ja. Als je denkt, ik moet nog eerder een pauze houden, doe je dat gewoon, hè? Dat zien we toch niet. Nee. We gaan om en om. Knie op, knie op. En twee armen gaan mee naar voren. Ja, oké, we gaan
Ja, de benen met de boek. Ja. Oké, laatste en even stappen. Op de plaats. Zometeen gaat de knie weer omhoog. Ja. Gaat de armen naar voren, omhoog en opzij. Oh, goed, ja. Dan heb je hem. Opgelet, dan gaan we. Ja, voor, hoog, zij, hoog. Ik zeg niks meer. Nog twee te gaan. Laatste ronde. Ja. En de eerste stap op de plaats. Oh, lekker zeg. Even naar het laatste. We gaan de hakken naar de billen doen. Even de hakken. De ellebogen mee naar achteren. Hebben we. Ja. We gaan de armen naar voren als de hakken naar de bil gaan. Handen gaan omhoog. Hakken naar de billen. Voor, hoog, zijn bijna. Nog één rondje. En, oh. Even stappen. En schud die armen los en je been. Smeriante heeft mij goed gedaan. Ik denk dat we er een kleurtje van krijgen. Ik hoop het. Wel. Zo, we gaan naar de kamer. Pittige begin. Ja. Warming up, zijn we goed warm. Gaan we balans beenbewegingen doen. Ja. Je kan eventueel de stoel vasthouden. Of ik kan bij de deur als ik mijn balans verlies. Zoek je balans op je linkerbeen. En je rechterbeen probeer je een fietsbeweging naar voren te maken. Als je denkt van nou, ik moet hem af en toe even op de grond zetten. Is dat natuurlijk geen probleem. Je kan je armen een beetje breder doen. Ik moet af en toe ook even zoeken naar balans. Ik hou het stuur gewoon vast. Dat kan ook, ja. Hou vol, want dan gaan we nu met hetzelfde been achteruit fietsen. Ah, oké. En hoe hoger je been optilt, hoe zwaarder het wordt. En je merkt, je been waar je staat wordt ook moe. Juist. Nog 3, 2, 1... Ja. En even losschudden. Juist. Dan gaan we naar het andere been. Je zult merken, het ene been sta je wat makkelijker op als het andere been. En we fietsen eerst vooruit. En weer, kijk maar hoe hoog je de knie kunt optrekken om de beweging te maken. Zoek eventueel een punt waar je je eigen op focust. Dan kun je vaak wat beter je balans houden. Dat doe ik ook. Ik kijk naar de tafelpoot. Ja. Ja, hetzelfde been fiets achteruit. Heel goed. Ga even volhouden. 3, 2, 1. Ja, schud maar neer. Oké. Even losschudden. Zo. Dan gaan we een armbeweging erbij doen. Fiets naar voren met je rechterbeen. Ja. En je linkerarm draait mee. Misschien iets lastiger voor de balans. Misschien valt het me mee. Misschien maakt het juist een beetje makkelijker. Ja. Ja. Deze tijd dat we de verre moeten fietsen. Naar achteren. Ja. En draai ook met de arm naar achteren. Drie. Twee. 1. Juist. Oké, even losschudden. Ga naar het andere been. Zoek je balans, focuspunt en draai naar voren. En je bepaalt natuurlijk zelf je tempo, mag wat sneller of rustig.
achteren. Misschien moet je even nadenken waar ze achteruit zit. Ja, ik heb wel een terugrem. Ja, terugrem hebben, hè? Ja, dat gaat niet altijd, hè? Dan 3, 2, 1. Oké. Even weer losschudden. Dan gaan we met 2 armen naar voren draaien. Oh, ja. Dat is beter als met 2 benen, Mirjam. Ja, de lucht is staande. Daar gaan we. Draai 2 armen en 1 been naar voren. Kijk of het lukt om je balans te houden. Nog 3, 2, 1. En we gaan gelijk naar achteren. Ja. Oh ja. Oh, wacht gewoon naar het andere been. Nee. Het is sport 50 plus, hè? Dan kan oké. Dan hoeven we niet af te wisselen. Extra zwaar. Nog 3, 2, 1. Goed zo. En los. Oké, even weer losschudden. Laatste serie. We gaan naar het andere been. Zoek je balans. Ja. En dan gaan we. Oh, ik ben al uit. Ja. Daar gaan we. En als je zo mijn armen en benen tegelijk fietst, kan je gewoon veel harder, hè? Ja. De wind is wat harder. Ja. Veel tegenwind. Nog 3, 2, 1. En gelijk de andere kant ja. op. Ja, dan blijven staan. Nog 3, 2, 1. Oké. Oh, dat voel je wel lekker, hè? Ja. Goeie voor de bovenbenen. We gaan ze gelijk even een beetje rekken. Ja. We zetten een been voor en een been achter. Ja. Voet, achterste been. Die wijst met de punt van de schoen naar voren. Ja. Knie hoeft niet recht. Je zet je handen in de zij. En je leunt een beetje naar achteren. En dan voel je je voor rek bij de heup en de bovenbenen. En rustig terug. Andere been. Helemaal niet zo ver naar achteren. Been hoeft ook niet recht. Het gaat maar om die voorkant. Beetje holle rug. Ja. Oké, we doen nog een keer. Eén been. Als je denkt, ik wil de handen niet in de zij, maar pak ze gewoon achter vast. Dan kan je ook nog even de schouderbladen naar elkaar toe trekken. Ja, dat is ook een stukje moeilijker voor je balans. Ja. En de laatste. Oké. We schudden los. Ik heb te warm van gekregen. Ik ook. Wij zijn toe aan een slokje water. En een kopje koffie. Juist. Tot ziens.